Omhels innovatie. Oké, ga ik doen. Vandaag bespreken wij de column van Louise Fresco in de NRC over klimaatspijbelaars op 25 februari 2019. Naast mij zit Simon Weda, klimaatactivist, of tenminste in dezelfde mate als ik, want we hebben allebei in de klimaatmars gelopen, yes. Al zagen wij elkaar pas naderhand. Joegij, zeker. Ja. En jij hebt deze column geopperd als onderwerp voor de snijtafel. Ik vond het een goed onderwerp, maar ik wil graag even van jou horen hoe jij erbij kwam. Lees jij de NRC? Nu en dan. Maar deze column werd eigenlijk mij ook weer voorgesteld door iemand anders. Die zei, je moet dit lezen. Omdat het heel tekenend is van een bepaalde tendens. Om die klimaatspijbelaars van alles kwalijk te nemen. En vooral ook luiheid en hypocrisie. Klimaatdrammers. Klimaatdrammers enzovoort. Terwijl volgens mij er weinig tegen in te brengen is om te protesteren voor een beter milieubeleid en klimaatbeleid. En misschien even iets over Louise Fresco. Zij is voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UNR. Dus de Universiteit van Wageningen, waar ook wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. En schrijfster. Ze heeft ook een TED-talk gegeven. Dus ja, niet zomaar een NRC-columnist. Oké, de titel om te beginnen is... Klimaatverandering is kans voor nieuw leven. Er zijn natuurlijk mensen die elk probleem zien als een uitdaging en een uitdaging als een kans. Het zijn mensen met wie ik doorgaans niet goed doorheen deur kan. Nog ik. Beste scholieren. Het is dus echt gericht aan de scholieren. Toen wij ons voor het eerst via deze krant tot de mensheid richtten, in 2010, speelden velen van jullie nog in de zandbak. Even voorstellen, wij zijn de weergoden at de stratosfeer. Ik concludeer hieruit dat Louise Fresco in 2010 ook al een opiniestuk heeft geschreven vanuit de weergoden met de stratosfeer en misschien sindsdien vaker. Je stelt jezelf op een interessante manier boven de discussie. Ja, heel letterlijk. Onze productlijn omvat zonneschijn, wolken, temperatuur, neerslag en wind. Niet op bestelling, maar zoals het ons uitkomt. Graag strooien we strenge of kletsnatte winters over jullie uit, ontwrichtende stormen of hittegolven. Verschijnselen die vroeger direct aan ons werden toegekend, toen jullie nog beseften dat wij bestonden, maar die jullie tegenwoordig onmiddellijk klimaatverandering noemen. Dit is niet een pure vorm van klimaatskepsis of wetenschapsontkenning. Maar er zit wel een soort impliciet argument in van klimaatverandering. Alles wat er gebeurt, dat gebeurt gewoon. Dat zijn de weergoden. Zou ze hier bedoelen, natuurlijk is klimaatverandering wel echt, maar weer en klimaat moet je wel uit elkaar houden. Ja. En dat doen we, of doen die scholieren, niet of te weinig. Vraag ik me nog steeds af wat daar dan kwalijk is. Maar misschien heeft de schrijfster in haar omgeving heel veel mensen die de hele dag naar buiten kijken en zeggen, poeh, dat klimaat de hele tijd. Ja. En stoort ze zich daaraan. Ik zie het vooral veel bij klimaatontkenners eigenlijk juist. Ja, klimaatskeptici. Precies. Kijk, het sneeuwbal is meenemen het congres in. Dat is in de VS gebeurd. Oh, ja. Sneeuwbal. Wat ik wel hoor, maar misschien luister ik gewoon naar te redelijke mensen dan. Mm-hmm. Dergelijke stormen, dergelijk weer gaan we vaker krijgen als klimaatverandering ernstiger wordt. En dat klopt volgens mij. Ja, dat zou dat ik ook niet direct zien als een onredelijke stelling. En nu manifesteren jullie je spijbelend voor het klimaat. Voor het klimaat staat hier tussen aanhalingstekens. Vind ik denigerend, vind ik bijna op het randje van cynisme eigenlijk. Ja. Oh, spijbelen, ja. Voor het klimaat. Ja, als ik vroeger dat smoesje had gehad, dan was ik ook de hele tijd gaan spijbelen, zeg. Dus je disqualificeert meteen de oprechte intenties van de jongeren. Terwijl ik wel degelijk geloof dat een goed deel, zo niet alle van de jongeren, wel degelijk geloven in klimaatverandering en daar graag aan iets aan zouden doen. Om politici tot actie te dwingen. Die prijzen jullie de hemel in, want zo straalt jullie idealisme op hen af. Dat zie ik ook. Dat stoort mij ook. Omdat ze ondertussen niks blijven doen of te weinig blijven doen. Tegelijk vindt een kwart van de bevolking in dat zompige landje het klimaatdebat onzin. Dat gaat ons ook te ver. Die ook valt me hier op. Dus wat de spijbelaars doen gaat te ver, maar ontkennen gaat ook te ver. Terwijl ze dus in die eerste alinea een soort rare, wollige skepsis voorstond. Prima dus dat jullie je laten horen over de toekomst. Tot nu toe lijkt ze dus te zeggen, wat jullie precies doen gaat mij te ver. Maar op zich dat je je laat horen over de toekomst gaat mij niet te ver, vind ik prima. Mm-hmm. Dus alleen de vraag, wat wil ze dan precies dat de scholieren wel doen? Ja.
Wat is dan precies het protest? En je laten horen dat de weergoden goedkeuren. Maar we maken ons wel zorgen over jullie. Niet over dat spijbelen, dat haal je wel in. En een beetje retoriek mag ook. Vreselijke gevolgen als Nederland de afgesproken hoeveelheid CO2 niet haalt. Toekomst wordt gevaarlijk. Het milieu is het beu. Correcte formuleringen zijn onderdeel van volwassen worden. Volwassen worden doet volgens mij helemaal niet ter zake in deze discussie. En ik zou het ook op prijs stellen als we dat gewoon los konden laten. Ik zie dit eigenlijk als je reinste leeftijdsdiscriminatie tegenover de jongeren. Je gaat ook niet bij een protest van het FNV, waar allemaal volwassenen rare leuzen hebben geschreven, zeggen, luister, correcte formuleringen zijn onderdeel van volwassen worden. Ja, het is heel neerbuigend. Van, ik ben volwassen, ik heb correcte formuleringen. Nou, we zien het. Jullie zijn nog jong. Ik vergeef jullie dat jullie de plank misslaan. Je mag een beetje retoriek, maar... Ja. Kom. Vreselijke gevolgen als Nederland de afgesproken hoeveelheid CO2 niet haalt. Dat is aangedikt, want het gaat natuurlijk niet alleen om Nederland. Mm-hmm. Stel dat heel de wereld zijn best doet, alleen Nederland niet. Dan valt het misschien nog wel mee. Hè? Maar het is niet totaal onverdedigbaar. Hè? Mm-hmm. Nederland moet wel meedoen in principe. En de gevolgen kunnen vreselijk zijn als Nederland en andere landen uiteraard niet meedoen of te weinig doen. Toekomst wordt gevaarlijk, vind ik gewoon kloppen. Aangenomen dat we niets of te weinig blijven doen. Het milieu is het beu, vind ik een beetje dom. Zij levert daar kritiek op de zin het milieu is het beu met... Het milieu of het klimaat vindt niets. Ja. Ik wil even aantekenen dat dat gebeurt in een column die geschreven is vanuit de weergoden. Dus... Ja. Zullen wij een zekere coulance richting het vermenselijken van weersomstandigheden of andere wetenschappelijke gegevens is misschien toepasselijk in deze column? Luister Simon, eventjes streng. De weergoden hebben gewoon personages en het milieu is een abstract gegeven. Zij maakt duidelijk onderscheid tussen milieu, klimaat en weer. Dat zijn drie verschillende dingen. De weergoden, die vinden van alles. Als ze hadden gezegd het weer wil dit niet meer... Dan was het goed geweest. Ja, het goed geweest. Ja. De weergoden, dan had het gemogen. De weergoden hebben dit verboden. Ja. Oh, dat is zo. CO2-vervuiling. CO2 is geen vervuilend gas, maar een normaal bestanddeel van de atmosfeer. Zonder CO2 geen plantengroei. Meer broeikasgassen betekent meer broeikaseffect, dat wel. Maar het is geen vervuiling. Oké. Dank u. Het CO2 is de veroorzaker van het broeikaseffect en de klimaatverandering. Ja, we zijn het er toch over eens. En dan is het woordje vervuiling fout. Het is eigenlijk erger dan vervuiling. Het is erger dan vervuiling. En als het nou een duidelijk gevolg had, als het verkeerde taalgebruik op wat voor manier de discussie in de weg stond. Ja. Fair en heel belangrijk om daar secuur mee om te gaan. In een eerdere aflevering van dit programma heb ik me schuldig gemaakt aan iets vergelijkbaars, denk ik. We hadden het toen over de Green Filmmaking Project. Een handleiding voor duurzaam filmmaken, waar allerlei... echt domme dingen in stonden, vind ik nog steeds. Er stond in die handleiding ook een waarschuwing over bodemverzuring en dat daar insectensoorten door uitsterven. En toen was mijn respons daarop... Dat soorten verdwijnen is op zich niet erg. Dat gebeurt al sinds het begin van het leven op aarde. Er sterven sowieso soorten uit. Dat kunnen we niet tegenhouden. We moeten alleen zorgen dat de belangrijke soorten niet uitsterven, zodat ons ecosysteem niet instort. En als je het een probleem vindt dat een plant of een insect uitsterft, welke plant of welk insect dat ook is, dan heb je volgens mij je prioriteiten niet op een rijtje. Ik was me toen niet bewust dat er een massa-extinctie plaats aan het vinden is, met name onder insecten. Dus dat die verdwijnende insectensoorten echt wel een alarmerende ontwikkeling zijn, waar ik minder laconiek over had moeten doen. Ik zeg maar wijselijk niks. We verbazen ons nog meer over jullie pessimisme. Pas op dat jullie niet gaan geloven dat jullie geen toekomst hebben. Als je pessimistisch bent en je gelooft dat je geen toekomst hebt, hoe geneigd ben je dan nog om de straat op te gaan? Ja, er is nog een verschil tussen pessimisme en nihilisme of fatalisme. Ja. Ook waar, ja. Pessimistisch, zolang het niet zo ver gaat dat je echt niet denkt dat er nog iets kan gebeuren, kan nog steeds activerend zijn. Ja, kan een motiverende factor hebben. Motiverend zijn. Als je denkt dat het allemaal wel goed komt, dan heb je reden om niks te doen. Ja. Als je denkt, het wordt wel spannend. Dus in ieder geval een stukje pessimistischer. Ja. Dan kan dat motiveren.
als we hier eerder mee waren begonnen, dan had het misschien met een positievere houding gekund. Je wilt dat mensen zich gewoon gedragen, aardig gedragen naar elkaar, productief zijn, zich aan de wet houden. En dat wil je zoveel mogelijk op een positieve manier stimuleren. Dit is even een analogie van mij. Als ze zich niet aan de wet houden, ze beginnen om zich heen te slaan met een knuppel, dan worden ze gewoon gearresteerd. Dan worden ze op een negatieve manier tot goed gedrag gedwongen. En dan kun je zeggen, nou ja, jammer dat het weer met een chagrijnig hoofd moet en pak het eens positief aan. Maar ik denk dat de mensen die dat zeggen, zonder dat ze het zelf doorhebben, met hun optimisme rekenen op mensen met een minder optimistische houding die iets gaan doen. Ja. Tegelijk paart jullie passiviteit ons zorgen. Dat is opmerkelijk, hè? Ze gaan de straat op, ja. Maar ze zijn passief. Deze column is geschreven omdat die jongeren de schoolbanken uitlopen om op straat in weer en wind te protesteren. En dat heet activisme. Dat heet notabene activisme. En die jongeren, niet de jongeren die nog op school zitten, of die niet meedoen aan het protest, of de jongeren van 2 jaar geleden die dat niet deden. Nee, deze jongeren zijn te passief. Want de jongeren die op school zitten, die leren tenminste nog iets. Het is wel heel makkelijk om te eisen dat anderen het opknappen. Want als de volwassenen het niet doen, moeten wij over 30 jaar de rotzooi opruimen. Tjonge, wat verwend zeg. Jullie willen dat er over 30 jaar nog steeds een leefbare planeet is? Ja. Kom op joh. Hoe durf je? Verwend nest. De volwassenen het moeten doen. Wat? Alleen omdat die aan de hoofden van bedrijven staan? Alleen omdat de volwassenen de aankopen doen? Alleen omdat die in de Tweede Kamer zitten? Alleen daarom moeten de volwassenen het oplossen? Tjonge, jongen, wat makkelijk weer, zeg. En misschien omdat ze het ook veroorzaakt hebben? Ja, krijgen we dat weer? Dat wij de hele 20e eeuw al die uitstoot hebben lopen veroorzaken? Nou, dit vind ik zo makkelijk, hè. En moeten wij over 30 jaar de rotzooi opruimen? Dat klinkt eigenlijk behoorlijk optimistisch. Toch? Inderdaad, ja. Dat ze over 30 jaar gewoon rustig de rotzooi op kunnen. Ja, precies, ja. Dat er niks onomkeerbaars blijkbaar heeft plaatsgevonden. Laten we jullie uit de droom helpen. Ook weer ontzettend neerbuigend. Zeker. Ook jullie zijn onderdeel van het probleem. De Nederlandse CO2-uitstoot groeit nog steeds. Dat noemen jullie slecht. Is ook slecht. Nou, het is geen vervuiling. Nee, precies. Misschien is het ook niet slecht. Maar het komt door de economie. Diezelfde economie waar jullie zo van profiteren. Met jullie reizen, nieuwe kleren en mobieltjes. Je koopt een mobieltje. Dus wie ben jij om hier tegen te protesteren? Het is alsof ze de 1% zijn. Ook. Absoluut, ja. Het ligt aan jullie. Punt 2 is dat verondersteld wordt dat al die kinderen, allemaal al maar nieuwe kleren kopen. Al maar mobieltjes. En al maar dure reizen maken. Kinderen ik van weet rijke niet waar ouders. Ik weet niet waar u vandaan komt of waar de weergoden aan het kijken zijn. Maar er zijn heel veel kinderen die dat niet kunnen. En zelfs de kinderen die dat wel kunnen, zijn nog altijd niet degene die besluiten maken. Dat zijn hun ouders. En dan nog, zelfs als ze inderdaad die reizen maken, die mobieltjes hebben, al die dingen doen. Die zijn natuurlijk tot op zekere hoogte problematisch. Vliegreizen kunnen je hele CO2-voetafdruk enorm vergroten en heel veel goeds teniet doen. Maar dat neemt niet weg dat al die andere goede dingen die je doet nog wel goed zijn. Dus je moet niet vervallen in een soort alles-of-nietsisme. Waarbij je naar die jongeren toe loopt en zegt, je bent hier buiten aan het protesteren voor het klimaat. Maar je hebt wel kleren aan. En je hebt wel eens iets gegeten. En je hebt niet je polsen doorgesneden. Dus ik bedoel, je ademt, je stoot CO2 uit. Dat zal allemaal methaan wel. Methaan ook af en toe. Methaan af en toe. Niet te vaak, hopen we. Maar punt is, verdomme die methaan, ik ben helemaal van apropos. Waarom hou je scheet er niet in? Je scheet er niet in. Punt is, het is beter om wel iets te doen dan maar te zeggen, ja, ik ben wel eens op reis gegaan, dus ik doe niks meer. En alleen omdat ik een mobieltje heb of wel eens kleren aandoe, wil niet zeggen dat de politiek geen verantwoordelijkheid heeft. Om voor mezelf te spreken, ik zou heel graag met de trein reizen in plaats van met het vliegtuig. Duurzaam geproduceerde mobieltjes kopen, duurzame kleren enzovoort. Die zijn niet zo makkelijk voorhanden. En vaak heel duur. En dat ligt deels aan de markt, natuurlijk. Maar dat ligt deels ook aan de manier waarop belastingssystemen werken. Waar subsidie aan wordt gegeven en waar niet. Waar BTW wordt gegeven en waar niet. Wat ze hier eigenlijk zegt is, het probleem is enorm. Het probleem is zo groot dat het bijna samenvalt met de economie. En dat iedereen er onderdeel van is. Zelfs de mensen die heel bewust zijn
en de straat op gaan. Zijn er ergens toch ook weer onderdeel van. Als het probleem zo groot is, is dan misschien een idee dat de overheid iets gaat doen. Ja, maar waar begin je dan? Waar begin je dan? En is politieke druk dan misschien een middel dat je kunt inzetten? Ja, stel nou dat je niet, als je te jong bent om te stemmen nog. Stel. Wat mag je dan nog wel? Wat mag dan? Protesteren. Nee. Dat gaat ons wel te ver. Dat gaat ook te ver. Dat is ergens daartussen. Ja. Ja, misschien moeten ze proberen een column in NRC te krijgen. Kom je in NRC, leuk. Een uurtje video kijken kost evenveel energie als 2 nieuwe koelkasten. Nou is die zin al raar. Hè? Een kwartier kost evenveel als een boom. We hebben een zin met een eenheid van tijd en een object. Hmm. Dus ik vind het een rare vergelijking. Hmm. Hoe bedoel je? Een uurtje video kijken is evenveel als een uurtje 2 nieuwe koelkasten draaiende houden. Ja, daar zou ik van uitgaan als ik moest gokken. Ja, oké. Okay. Nou goed, misschien is het te veel ingezoomd, maar ik vind het niet duidelijk. Nee, ik vind het is zeker niet duidelijk opgeschreven. Het zou ook kunnen zijn, een uurtje video kijken kost evenveel energie als de productie van 2 nieuwe koelkasten. Ja, en dan zou het dus veel hoger uitvallen. Dus dat maakt wel uit. En dan nog staat er niet bij waarop je een uurtje video kijkt enzovoort. Goed, dit gaat misschien ons boven de pet, maar de Volkskrant heeft zich erop gericht en heeft gefactcheckt. Wat leuk, NRC Volkskrant. Ja, kleine weten. En heeft ook commentaar gezocht van de schrijfster van deze column. Mm. Zij kon haar bron eventjes niet opzoeken en niet degelijk reageren, want zij was op reis, wat ik wel heel mooi vond. Ik hoop dat u een goede vlucht hebt gehad. Maar goed, we hebben dus geen bron en de Volkskrant vond ook geen onderbouwing hiervoor. Nee. Nog los van dat het weer een whataboutism is. Hè? Nee. Van ja, maar je kijkt wel filmpjes. Er wordt een soort lijn ook weer van de verwende jongeren neergezet. Ja. Je zit de hele tijd uurtjes film te kijken. Nou, dat kost mij 2 koelkasten. Zullen we anders gewoon zorgen dat al die energie die gebruikt wordt, gewoon groene energie is. Zullen we gewoon zorgen dat het niet zoveel uitmaakt of je op je mobieltje zit of 2 koelkasten koopt. Ja. Dat je gewoon duurzaam je ding kan doen. Zodat we ook niet de hele tijd naar elkaar hoeven te wijzen van fuck you, jij hebt 2 koelkasten, fuck you, jij kijkt een uurtje film. Mm-hmm. Nee, het is allemaal groene energie. Dus, weet je wel, het is allemaal zo zuinig mogelijk. Mm-hmm. Zou dat niet een mooi streven zijn? Jullie zijn gewend online veel gratis te krijgen. Op dezelfde manier benaderen jullie het klimaat. Als iets wat oplosbaar moet zijn, voordat jullie groot zijn. Zodat alles kan blijven als het is. Nee, het moet opgelost worden voordat zij groot zijn, omdat het anders te laat is. Die jongeren hebben dit niet zelf bedacht, dit probleem. Dit is een wereldwijd katastrofaal fenomeen wat speelt, wat de wetenschappers ons voorschotelen. Het zit ergens in de 90% of hoger dat daar een consensus over is. Dus die jongeren echoen alleen maar wat hun verteld is. Dat heeft niks te maken met dat ze zo verwend zijn dat ze graag willen dat alles precies hetzelfde blijft. Zijn ze verwend? Ze zouden dit helemaal niet moeten hoeven doen. Nee, het is niet aan hun, het is aan ons, het is aan de heersende klasse. En hier wordt hun kwalijk genomen dat zij graag willen dat als zij afstuderen, of als zij 30 jaar ouder zijn, dat er dan nog iets van een ecosysteem over is. Iets van duurzaamheid, iets van de huidige situatie. Geen massa-extinctie, misschien geen massa-immigratie, geen massa-verwoestijning, al die dingen dat die misschien niet er hoeven te zijn. En dat wordt hun hier aangerekend als zijnde, ja, jullie zijn gewend om alles gratis te krijgen. Ja. Ik kan het slecht hebben van iemand die gratis een leefbare planeet heeft gekregen. Het klimaat is het topje van de ijsberg. Haha. Ik rol over de vloer. Topje van de ijsberg. Het is ook niet het topje van de ijsberg. Het is echt een metaprobleem. Het is het probleem dat alle andere problemen veel groter nog zou kunnen. Absoluut. Het gaat om veel meer. Om jullie westerse leefwijze en om ongelijkheid. Om belabberde luchtkwaliteit, verloren landschap, armoede, overstromingen waar ze elders onder lijden. Wat interessant is aan deze Alinea is dat ze eerst zegt, luister, wat zijn jullie toch pessimistisch? En bij de pakken neer. En vervolgens zegt ze, klimaat, maak jij je zorgen over klimaat? Nou, daar heb ik er nog een paar voor je. Ik heb luchtkwaliteit, ik heb verloren landschap, armoede, overstromingen. Je weet nog niet half hoe slecht het allemaal is. Ja.
Wederom een soort alles of nietsisme. Van hoe, oh, je staat hier te protesteren voor klimaat. En je hebt een mobieltje. En je protesteert niet eens tegen armoede. Ja. Nou, flikker op. En ze noemt ook problemen die deels te maken hebben. Zeker. Met dezelfde dingen die ook die CO2-emissies veroorzaken. Overstromingen noemt ze zelfs. Dat is een subprobleem van klimaatverandering. Ja, absoluut. En hetzelfde geldt voor verwoestijning. Hè, dat verloren landschap. Ja. Luchtkwaliteit heeft er veel mee te maken. En armoede zou je ook kunnen beargumenteren. Als er een aantal keer een oogst fout gaat. Is dat niet goed voor de welvaart ergens. Jullie mensenkinderen komen uit honderdduizenden jaren van schaarste. Jullie hebben nog niet geleerd met overvloed om te gaan en na te denken over wat echt nodig is voor een goed leven. Kijk naar jezelf, hè? Jouw leven is niet goed. Ja, en daarom mag jij niks zeggen. Ja, en daarom vind ik het toch wel heel hypocriet dat je die straat op gaat. Ja. Hier heb je een mobieltje. El? Ja. Oh, je hebt een mobieltje. Je mag niks meer leren. Dat is jammer. Ja, want je hebt blijkbaar nog niet nagedacht over wat echt nodig is voor een goed leven. En dat is geen mobieltje, dat is niet een uur video kijken. Dat is niet nodig voor een goed leven. Wel mijn TED-talk, maar die duurt maar 18 minuten. Hou op met passiviteit en pessimisme. Wacht niet tot die eindeloos polderende volwassenen iets halfslachtigs besluiten over dat zogenaamde akkoord van Parijs. Begin bij jezelf. Dit is een heel expliciet argument tegen protesteren. Hè, richt je niet tot die volwassenen. Hè, polderende volwassenen en akkoord van Parijs. Dat zijn duidelijk de politici. Daar hoef je niet op te wachten. Daar hoef je geen hoop op te vestigen. Ja, ja, dat wacht niet klinkt weer als protesteer wel. Ook. Ja, protesteer wel. Want die polderende volwassenen die doen niks. Ja. Dat is nou juist het probleem. Dat is nou juist de reden dat ze de straat opgaan. Ja. En ook, het sluit elkaar niet uit. Je mag je heel erg richten tot de politiek en die eindeloos polderende volwassenen. En je kan ook zelf dingen doen. En Fresco lijkt zelf vrij pessimistisch hier. Cynisch. Als je dat, cynisch zelfs. Als je dat akkoord maar een zogenaamd akkoord noemt, dan ben je ver heen. Ja, polderende volwassenen met een zogenaamde akkoord. Want dat was een van de weinige wapenfeiten. Een van de weinige momenten van hoop die er waren. Ja, dat was een enorme doorbraak. En als je dat zogenaamd noemt, dan denk ik dat je misschien zelf wat minder passief en pessimistisch moet worden. En ik zie in dat begin bij jezelf iets wat ik heel vaak zie, ook op andere gebieden. Een enorme onderschatting van het belang van een overheid die zaken reguleert. Absoluut. Mensen moeten het allemaal zelf gaan doen. Ja. Het zat ook in de tegenlicht aflevering van, die ik ooit met Joris hier heb ontleed. Ik heb geen vertrouwen meer in de politiek. Ik heb vertrouwen in mensen die zelf dingen doen. Zelfs progressievelingen zeggen dat nu. Het onderschat de verantwoordelijkheid van overheden om te reguleren, belasting te heffen, etc. En het overschat de vrijheid van de consument. Dat ik plastic weggooi is niet omdat ik zo gek ben op plastic. Ik koop dingen die ik nodig heb en daar zit heel vaak plastic omheen. De Unilever kan zeggen, ja, het blijft verkocht worden, jongens. Ja. Dus ja, misschien moeten de consumenten hun gedrag aanpassen. Maar dat is hier niet aan de orde. Ik word gedwongen om dat plastic te kopen. Tenzij ik echt off the grid ga en heel veel tijd en energie ga steken in loskomen van. Ja, maar dan onttrek je dus aan de maatschappij die door de politiek is ingericht. En dat kunnen we niet allemaal gaan doen. Nee, ook dat kan niet. Daar is ook de plek niet voor. Dus er is een grootschalige collectieve oplossing nodig. En daar hebben we de overheid voor nodig die de grote bedrijven dwingt om mee te doen. Ja. Voor de goede orde, dit is de reden dat de overheid bestaat. Hè? Om dit soort problemen die wij niet als individu kunnen oplossen aan te pakken. Ja. Dat is waarom je een overheid hebt. Zie de effecten van klimaatverandering niet als een rampenscenario, maar als kans. De enige manier waarop ik het als een kans kan zien is vanwege de tikkende klok. Dus er zit nu een tikkende klok op dingen die sowieso goed zijn, maar die zonder die tikkende klok misschien helemaal niet zouden gebeuren. Oké, dus omdat we nu al effecten zien van klimaatverandering, gaan we misschien nu eindelijk wat doen. Ja, dus alleen maar door die haast die het heeft. Ja. Maar die haast lijkt zij niet zo serieus te nemen. Als iets jullie mensen kenmerkt, is het wel jullie slimheid. Ja, hier worden we er even aan herinnerd dat het dus geen mens is hier die spreekt. Ja, heel belangrijk. Het menselijk vernuft wordt de hele tijd genoemd als grote oplossing. Deel van het menselijk vernuft lijkt mij om tijdig problemen op te gaan, op te gaan lossen. En daarvoor moet je goed realiseren hoe ernstig die problemen zijn. En daar kan zo'n demonstratie gewoon bij helpen. Er is al zoveel verbeterd. In de laatste halve eeuw is in het nu bijna afgeschreven Verenigd Koninkrijk de CO2-uitstoot per persoon gehalveerd, terwijl de productiviteit is verdubbeld. Lees even een stukje voor uit The Guardian. After all,
Various reports have already made it clear that while the UK's own use of oil, coal and gas is falling, our total carbon emissions, once you consider all Chinese factories producing our laptops, toys and clothes, continues to rise steadily. Dus dat zijn emissies die niet meer plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk, maar wel voor namens het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden in China. China, dat geen onderdeel is van het Westen trouwens. Waar ze geen westerse leefwijze hebben. Nee. Omhels innovatie. Oké, ga ik doen. Innovatie kun je helemaal niet omarmen, hè? Innovatie is niet een ding, dus ik weet niet, ik zou het niet op een bordje schrijven in ieder geval. Ja, hoe moet je dat doen? Hoe moet je innovatie omarmen? Doen die scholieren dat niet? Vanuit de overheid kan ik me voorstellen dat het gebeurt. Subsidies, onderzoek stimuleren, bepaalde bedrijven proberen binnen te halen die inderdaad groen innoveren. Ja. Dat op allerlei manieren stimuleren. Ik kan me heel goed voorstellen dat de overheid dat kan doen. Blijf niet steken in sombere diagnoses. Sta je niet blind op oppervlakkige maatregelen. Zoals minder vlees, hout stoken of meer elektrische auto's. Vegetarisme is niet een klein dingetje voor een individu. Niet om te doen, want het vergt discipline. En de impact is ook groot. Dus als je zegt van doe als individu iets, lijkt vegetarisme mij een heel voor de hand liggende. Op individueel vlak, ja. Ja, lijkt me misschien wel de eerste vraag. In plaats van een uurtje minder mobiel filmpje kijken, wat dan het voorstel is van de weergoden. Durf te denken in radicale vergezichten. Nieuwe manieren van leven en werken met minder privébezit. Minder privébezit, ja, want oh man, wat die jongeren die hebben 3 villa's. Zelfverpaupering. Moet je per se je eigen mobieltje hebben? Kun je dat niet een beetje... Dus delen. Ja, precies. Ja, vandaag heb ik hem, morgen heb jij. Nieuwe gebouwen en materialen die elektriciteit opwekken. Want je weet natuurlijk, begin bij jezelf, bouw een nieuw gebouw. Of uitvinden. Of een nieuw gebouw uitvinden op school. Sorry, ja, dit zijn precies... Het is precies waar de overheid dus over gaat. Over huisbouw en dergelijke. Ja, ja, ja. Andere energiedragers, waterstof, misschien kernenergie, CO2 als grondstof. Wat moet ik doen? Kernenergie gaan opwekken in mijn achtertuin? Ze lijkt hier eigenlijk te zeggen, begin niet bij jezelf, begin bij de overheid en de grote bedrijven. Radicaal. Dus ze zegt, begin bij jezelf, maar niet met de dingen die jij als individu kan doen. Mm-hmm. Wees niet panisch, maar het moet wel echt fucking enorm radicaal anders. Maar wel rust gaan. Neem de tijd. Wij weergoden hebben alle geduld voor jullie probeersels. Neem de tijd, klimaatverandering bestaat niet of is niet een acuut probleem. Dat is een leugen. Dat is een leugen, een grove leugen, een kwalijke leugen. Ja. De weergoden hebben misschien alle geduld, omdat ze niet bestaan. Mijn geduld begint op te raken in ieder geval. Ja. Dat kan niet zijn wat ze bedoelt, toch? Nee, zeker als niet. Als we kijken naar de rest van haar werk, we missen iets. Misschien missen we iets, maar we lezen wel gewoon wat er staat. Een kleine update. We misten inderdaad iets, namelijk Fresco's eerdere weergoden columns die terug te lezen zijn op haar website. Hieruit blijkt dat deze laatste aflevering geen vlaag van verstandsverbijstering is geweest zoals we hoopten. De weergoden hebben een geschiedenis van halfbakken klimaatontkenning. Een dieptepunt is de volgende passage uit 2010. Al met al zijn we wel tevreden dat de storm van die klimaatgekte is gaan liggen. Van de wetenschappelijke charlatan Al Gore wordt niets meer vernomen. De ijsberen dartelen vrolijk op het ijs. Een flinke uitglijder. Haha. Voor iemand die jonge klimaatdemonstranten de les leest over correcte formuleringen. Waak er alsjeblieft voor om niet jonge mensen die een erg groot probleem serieus nemen, de wind uit de zeilen te nemen. Ja. Vergeet niet dat je het hier hebt tegen jongeren die de straat opgaan voor een goed doel. Ja. Zeker, ja. En dat is geen onzin, de straat opgaan voor een goed doel. En de overheid dwingen tot actie op die manier is ook geen onzin. De klimaatontkenners, die zijn het grote probleem. Ja. Niet deze jongeren. Ja. Dus een column die zegt van, oké, klimaatontkenners, die zijn ook fout. Maar nou even over jullie. Mm-hmm. Daar krijg ik al de kriebels van, eerlijk gezegd. Ja. Want die klimaatontkenners, dat is geen klein clubje. Nee. Die zijn de baas in de VS. En hier timmeren ze ook aan de weg. Ja, het zijpelt allemaal door. En zo'n column als van Fresco, waarin het klimaat heel erg wordt gerelativeerd. Meermalen, zeker 2 keer, echt,
expliciet wordt geflirt met... Die krijgen wind in de zeilen. Ja, er wordt echt geflirt met klimaatskepsis. Bepaalde argumenten ook. Absoluut. En er wordt geëindigd met, ach, zelfs als het klimaat verandert, allemaal niet zo snel. Ja. Dat helpt wat mij betreft absoluut niemand. En als iemand mij kan aantonen wie daarbij gebaat is, behalve dan de olieindustrie enzovoort, hoor ik dat heel graag.